Stel je eens voor, 400 dagen besteed je in een game. 400 dagen zit je verstopt in een game. Wie hier in deze zaal heeft ooit op een dag 8 uur gegamed? Steek je hand eens op. Dat zijn er nogal wat. Maar stel je eens voor dat ik 400 dagen van 24 uur heb besteed in een game. Door de week gemiddeld 8 uur, in het weekend soms 16 uur op één dag. En als je zo verslaafd bent aan een spel, dan begin je uiteindelijk niks meer op te geven om wat er buiten gebeurt. Je gaat jezelf verwaarlozen. Sommige dagen eet je maar één keer op een dag. En je zit op je zolderkamertje. Je haalt alleen nog maar plezier uit dat spel wat je aan het spelen bent. En dat spel, dat ga je steeds meer en meer spelen over de jaren heen. Maar toen, moment, ook toen mijn ouders steeds vaker naar mijn kamer liepen en zeiden, ga toch iets nuttigs doen? Waarom zit je nog steeds in het spel? En ik zat altijd in mezelf. Ik wilde er eigenlijk niet voor uitkomen. Maar ik dacht, ik ben nutteloos. Iedereen om me heen in mijn familie, die is technisch, die kan dingen doen en die is van waarde. Ik heb geen waarde. Ik heb dat nooit kunnen laten zien. Op het moment dat een belangrijke familielid, mijn oom, ziek werd en naar het ziekenhuis werd opgenomen, omdat hij niet eens meer de trap op kon lopen, ging ik nadenken. Hij stond elke week bij iemand in de familie mee te helpen met bijvoorbeeld de renovatie of met de verbouwing. Maar op het moment dat hij dus ziek werd en in het ziekenhuis opgenomen werd, omdat hij zelf niet meer voor zichzelf kon zorgen, was dat een heel moeilijk moment voor hem. Hij was de vader voor de familie. En op één moment kon hij het niet meer. Kon hij het niet meer zijn. En het was heel moeilijk om dat te zien bij hem. Hij werd net opgenomen vlak voor nieuwjaar. En op het moment dat hij daar in het ziekenhuis, in het ziekenbed lag, deed hij zijn ogen dicht. En hij zag een licht. En hij zag zijn zoon en dochter met een hand op zijn schouder. En een licht met een deur open. Die zei, het is goed zo. Je hebt genoeg gedaan. Toen ik dat te horen kreeg van mijn ouders, die dat hoorden van zijn zoon en dochter, toen brak er wel iets op in mij. Toen ging ik nadenken waarom ik al die tijd, die 400 dagen, daar had besteed in die game. Ik had voor niemand iets gedaan. En die man, die was voor iedereen, was hij iets waard. Hij stond voor iedereen klaar en daardoor had iedereen liefde voor hem. Op het moment dat ik dat hoorde, stopte ik in één klap met die game. In één klap die verslaving zo van me afgezet. Enkele maanden later stierf hij in zijn slaap. Ik ging nadenken op het moment dat hij het licht zag en dat vertelde over dat ik zelf vroeger, toen ik 9 jaar was en ik werd aangereden door een vrachtwagen en die reed tot mijn been en ik zag ook het licht. Maar die deur die was niet open. Die vrachtwagen reed terug. En toen begreep ik pas dat het moment nog niet was voor mij. Maar dat ik, als ik zo doorging met dat gamen, dat het misschien wel eerst morgen zou kunnen zijn. Ik ging denken, morgen is mijn laatste dag. Dus wat doe ik nog? Op dat moment was ik op de crematie van mijn oom. Zijn zoon, die deed een speech. En die zei, het meest pijnlijke is nog dat mijn vader nooit heeft kunnen doen waar zijn passie lag. Hij wilde uitvinder worden. En hij nam op zijn 16e, of in ieder geval toen hij nog aan het studeren was, nam hij het werk over van zijn vader. Hij nam het bedrijf over, de veehouderij. 40 jaar, goed gerund. We hadden nooit gezien dat hij nooit bezig was met zijn passie. Wij wisten dat niet. En ik ben toen gaan onderzoeken. En toen bleek dat 7 van de 10 mensen die nu een baan doen, helemaal niet iets doen waar een passie ligt. 7 van de 10 mensen. Dat is gigantisch veel. Dat is niet normaal. Ik ben gaan kijken waar ik wel van betekenis kon zijn. En ik heb online challenges. Dat zijn wedstrijden die dan online uitgezet worden.
Bijvoorbeeld op Battle of Concepts. Daar wordt gewoon een vraag gesteld vanuit een bedrijf of vanuit een instituut. En die kan je dan oplossen. En daar kan je gewoon een idee op insturen of een concept. Of misschien een prototype of een uitwerking daarvan. En ik ging die één doen. En de eerste was een internationale wedstrijd met de vraag om een onderzoek naar het thema co-creatie. En ik had net één periode ervoor om mijn opleiding een onderzoek gedaan naar crowdsourcing. En crowdsourcing leek heel veel op co-creatie. En ik dacht, ja, dit is die kans. Ik moet die grijpen. En ik greep die kans. En ik greep die eigenlijk op een wel een bizar tijdstip. Op het moment dat ik het dacht, ik was niks waard. Ik had een paar biertjes op. Ik schreef een hele mooie samenvatting van die trend en hoe die heel idealistisch zou gaan veranderen. Hoe co-creatie de hele beleidsplannen van landen zou gaan bepalen. Want dat was gebeurd in IJsland. En ik had er een mooie voorspelling over geschreven. En 3 weken later kreeg ik een mailtje. En daarin stond, je hebt gewonnen. Je mag gaan presenteren voor 150 professoren, hoogleraren, in Lissabon. We betalen de vlucht en je mag er internationaal je wetenschappelijk onderzoek gaan presenteren. Maar ik had nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek geschreven. En ik had dat nog nooit gedaan. Maar ik dacht, dat is de enige deadline die ik heb. Morgen is misschien wel mijn laatste dag. Dus ik deed er alles aan om in die deadline een wetenschappelijk onderzoek te schrijven. En ik ben toen met een leraar die de structuur kon aanbrengen in een wetenschappelijk onderzoek, ben ik dat gaan schrijven. En het is me gelukt. En ik heb daar voor 150 professoren mijn presentatie gedaan. En ik had faalangst. Ik durfde helemaal niet te presenteren. En ik stond te trillen op mijn benen. Maar toen die presentatie klaar was, toen had ik zoveel adrenaline in me. Toen dacht ik, dit is wat ik moet doen. En ik dacht, mijn oom die zit hier op mijn schouder. Die zegt, dit moet jij vaker gaan doen. Op zijn crematie, wat ik net nog niet vertelde, brak het toen zijn zoon dat zei dat hij nooit zijn passie had nageleefd. En ik legde op het einde van die speech mijn hand op zijn kist en ik zei, ik ga die droom voor jou naleven. En die droom om die passie na te leven, die ben ik vanaf toen dat moment ook gaan naleven. Hij wilde uitvinder worden en ik ging challenges doen. Dus ik ging als het ware nieuwe ideeën bedenken voor vraagstukken die er waren. Maar op een moment dacht ik van, nou, ik kan wel iets meer doen. Ik won die eerste, maar de tweede en de derde won ik al niet. En ik dacht van, ja, ik ga zelf een challenge organiseren. Ik ga een hackathon organiseren. En ik organiseerde vorig jaar een 2-tal onderwijshackathons. Want ik was gameverslaafd en ik wist niet waarom ik nog naar school ging, want er was helemaal geen motivatie voor school. Dus er moest iets veranderen aan school. Want er zijn nog veel meer mensen die dus waarschijnlijk thuis de hele dag aan het gamen zijn. Dus dat schoolsysteem moet anders. Dat moet leuker. Er moet veel meer spelvorming in zitten. Dus ik dacht, nou, dan organiseer ik een onderwijshackathon. Wie van jullie heeft ooit van een hackathon gehoord? Die kant niemand, die kant wel. Wie van jullie heeft ooit meegedaan aan een hackathon? Nou, als je een hackathon meemaakt, dan kan je echt vanuit je talent, of vanuit iets wat je goed kan, kan je van je idee misschien wel je baan maken. En dat bleek. Want dit was de tweede editie, maar na de eerste editie had ik al 6 personen van de 60 aan een baan geholpen. Die hadden van hun eigen idee hun werk kunnen maken. En toen wist ik, oké, dit is waar mijn hart ligt. Dit is echt zo mooi dat ik dit kan doen. En ik ben er nog in gaan organiseren. Dat was de tweede editie. En ik heb alles georganiseerd zonder een euro uit te geven. En nu, op dit moment, ben ik van die 400 dagen dat ik in die game zit, ben ik aan het proberen om in eind mei op 400 dagen impact te maken. Want mijn credits die ik in game haalde, de levels die ik omhoog ging in die game, staat nu gelijk aan het aantal mensen waarop ik impact kan maken. En dat is op deze manier. Door in een passie en in een kracht te zetten. Dus ik raad jullie aan, als jullie nog nooit een hackathon mee hebben gedaan, om erin mee te doen. Momenteel organiseer ik Campus Party, waar 5000 man mee gaan doen aan een hackathon. En ik mag de 400 man gaan faciliteren erin. Dank jullie wel.